Dit is Lynette Berestein, speelster van ADO Den Haag. Eerder deze week debuteerde ze voor onder 19 op het EK. En dat na een seizoen vol tegenslag. Ik heb de voorbereiding helemaal niet meegemaakt, wegens blessures helaas. En dus het was voor mij natuurlijk superleuk dat ik bij de voorselectie mocht zitten. En dat ik het heb gehaald was helemaal fantastisch. Ik heb er keihard voor moeten werken en ik ben ontzettend blij dat ik het heb mogen halen. Wat voor blessure had je? In het begin van het seizoen had ik mijn sleutelbeen gebroken. Daarna, na de windstop, mijn enkel zwaar gekneusd. Ik verwacht dat het een lastig toernooi wordt, maar we zeker kans maken. En het wordt waarschijnlijk ook gewoon echt een heel leuk toernooi voor iedereen om gewoon mee te maken. Het is waarschijnlijk voor iedereen nieuw, dus het wordt fantastisch. Ja, ik doe gewoon mijn ding en het maakt niet uit tegen wie je staat. Je moet gewoon altijd goed voetballen. Dus gewoon mijn ding doen en dan laten zien wat je kan.